Het is al voor het derde jaar op rij dat we een reeks piano-recitals kunnen aanbieden. We hebben een nieuwe Steinway gekocht enkele jaren geleden. Staat hier. Een pracht van een instrument, geselecteerd door Pavel Kolesnikov, speciaal op maat van deze concertzaal. Dus dat is een reeks die we koesteren. We brengen volgend seizoen een heel mooie reeks van pianisten. Julien Lieber, die zal op het instrument spelen, niet in de concertzaal, maar in het Kraakhuis. Want hij brengt de volledige twee boeken van het Welgetemperd Klavier van Bach. Dus voor kleine bezetting, dus het zal maar per concert 200 man aanwezig kunnen zijn bij die concerten. Dus dat wordt een heel intimistische piano-ervaring. Saskia Giorgini die komt langs met Liszt. We hebben Tony Sikkiyoun, wat een heel veelbelovende pianist is. Die brengt ook een bloedmooi programma rond de Appassionata, sonate van Beethoven. En dan ja, de pianist waar ik enorm verguld mee ben dat die naar hier komt en op onze vleugel zal spelen. Dat is Lijfhove Hansnes. Misschien wel de grootste pianist van het ogenblik. Gaan we mogen verwelkomen in Gent. En die brengt een programma rond Schubert, Brahms en zijn landgenoot Gert Veit, als ik dat juist uitspreek. Muziek die totaal onbekend is, maar die hij nieuw leven wil inblazen.